Nou, we stonden vandoor in Grun, in Stadgrun, bij een woonbootje. En Tom, ben je er ook, Mio? Hoi, Mio. En ik ben er ook en we zijn in de stad Groningen. Ja, dit is weer weekend. En we lopen nu naar het station toe. Kom, we gaan er mee lopen. Ja, dit keer even niet in de natuur, nou, beste kijkers. Eventjes in de speciale versie van Robin over de natuur. Maar Robin over de stad wordt dat. En hier heb je een silo today. Dat zal wel eens even kijken. Wat is dat? Een graansilo. Oh, heet ik, ja, een graansilo is dat. We gaan erin, Minky. Zo. Je ziet erop staan, graansilo. Ja, het is een beetje donker, maar ja. Je ziet er een heel klein beetje staan. Zo, Tom kijkt er al eventjes naar. Het is dicht helaas, maar ja. Ja, moet nog bier hebben. Nou, heb je hier een showtechniek, Erwin of zo, weet ik veel. En daar heb je natuurlijk een prachtige lampjes van de kerst. De kerst komt er ook alweer bijna aan. Je moet eens kijken wat die cafés gedaan hebben. Moet je kijken, jongens. Dat blauwe in de verte. Zeker, wel koud is dat, dat gaat bestaan. Ja, dat is ook koud. We gaan nu even een stukje verder. En iedereen die gaat zijn gangetje, iedereen is vrij of die gaat misschien nog naar zijn werk toe. En die gaat lekker feestjes vieren. Maar dat is wel heel mooi dat daar, hè? Dit hier, hè? Zo. Ja, hier zo. Ja, maar joh. Hartstikke goed. Nog een pilsje drinken, joh. Nog een pilsje drinken. Nou, even vanavond weer, hè? Tom vindt pilsje lekker, hè? Hey, lekker zuipen, ja. Ja. Of een chardonnay. Ja, wat is dat? Oh, dat is zo'n witte wijn, toch? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Zien we hier allemaal kroegen, hele gezellige kroegen hier zo. Chulpine, Amstelcafés. Oh, dit is een Indiaans restaurant. Ja, je ziet het heel goed, ja. Zo. Ja. Wat ook leuk is, dat je bijvoorbeeld de Martini-toren beklimt als het overdag is. Dat is natuurlijk ook mooi, hè? Ja. Dat heb ik laatst hebben we dat nog weer gedaan met school. Ja. Hier, MacroCat 1.5. Even reclame maken. Ja. Nou, hier heb je ook weer wat, iets, een soort kantoor. Maar niet wat een beetje saai is, vind ik, hè? Een beetje saai. Ja, heel erg mooi. Hier loop je dus weer bij een kroegje hier zo. Hier is een kroegje. Ja. Zo, nou heb je hier. Heb je Oosterpoort zitten hier zo? Daar komen elke. Rond de zoveel tijd komt daar een artiest optreden natuurlijk. Binnenkort komt Bluff daar zo. De dijk is er geweest. Oh ja, komt ja. Bluff daar. Bluff komt om 3 en 4 april. Komen die naar Oosterpoort Groningen. Oh. In de buurt. Ja, daar staat ook de nieuwe DVD. En je ziet ook dat. Oh, dat is apart. Sinterklaas en de Kerstman bij elkaar in. Hier zo. Nou, je past heel veel zelf. Ja, ja. Heel mooi. Ja. Ja, hier heb je dus allemaal bootjes en zo. Hartstikke mooi. Ja. Steve Miller, Bert, Don McLean of zo. Don McLean, hier zo, ja. Het is ook allemaal heel mooi verlicht. Steve Miller. Ja, het is ook allemaal heel mooi verlicht en zo. Ja, ja, ja. Zie je goed. Komt niks aan, hè? Een reisje aan de overkant. Ja, ja. Het is niet koopavond. Het is niet koopavond hier zo. Dat is altijd op ons, ja. En dit heb je hier zo. Heb je aan Kerkhof zitten. Ja, hier was de Rade Maartjesbrief. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Heb je, wat hebben we nog meer? We hebben genoeg, bijvoorbeeld een milkshake. Heeft die vonden of zo? Ja, soms wel. Ja. Ja, ook is mij te horen gekomen dat Nick van Nick en Simon een burn-out heeft gehad. Hij wil het zelf nog niet toegeven. Maar hij heeft er waarschijnlijk te veel gedaan. Zijn nieuwe singles, nieuwe album, optredens. Ook volgend jaar gaan ze weer optreden in het Gelderdome, net zoals in 2011 in oktober. Wat de meeste van ons allemaal wel weten. Ja. En wat is er toen ook te zeggen? Nee. Ja, hier heb je de Oosterbrug. Hier zo, allemaal fietsers. Gaan allemaal stappen en zo, weet ik veel wat allemaal. Ja, het is nog een beetje vroeg. Het is al donker, maar het lijkt alsof het heel erg avond is alweer. Ja. Oh ja, het is alweer 6 uur. Het is dus avond. Ja, ja, ja. Nou, we wensen jullie nog een fijn weekend, hè? Ja, Tom, een fijn weekend, zeg maar even. Fijn weekend. Ja, en tot de volgende keer, hè? Hoi!